de vorige twee adressen. Dit is ongelooflijk gedreven ondernemers. Hè? De een kleinschalig met zijn eigen huis. En de ander grootschalig met zijn eigen bedrijf. En ja, die al zolang hij de geest heeft gekregen. Bij zijn vader toen hij nog jong was. En op 18-jarige leeftijd Amerika gezien hebben en hoe ze daarmee omgaan. Is dat een ongelooflijk gedreven ondernemer. Als ik nu zie de tweede. Ja, maar dan kom je toch weer terug op het feit dat er een ondernemerschap in moet zitten die passie en de drive in een project doet. De tweede was ook ontzettend gedreven, dus ik denk dat hij helemaal op zijn plek was. Omdat dat ook zijn materie was waar hij mee bezig was. Hè. Dat merkt je aan alle kanten. En als je dat niet hebt, dan red je dat volgens mij ook niet. Ik weet niet wie de ondernemer is. Ga ik even kijken naar welke functionaliteiten kunnen wij daar nu van gebruiken. Dan zeg ik, nou, bij Benny hebben we dus een aantal dingen gezien van toerisme en de tuinbouw. En hoe kun je die met elkaar combineren? Nou, hij gaf een aantal voorbeelden van. Ik zeg, ja, zet ons aan het denken. Maar hij voegde wel functionaliteiten aan zijn tuin toe. En het was niet alleen een restaurant, maar het eind, ja. Er was samenhang, synergie. Synergie, omdat hij steeds een behoefte zag bij een van zijn mensen uit zijn netwerk, die op een gegeven moment zegt hij van ja, ik kan voor jullie ook wel een stukje proeftuin opzetten, want er komt hier veel volk. Dus hij had zijn veredelaars en zijn leveranciers van plantmateriaal en zijn consumenten die hij op bezoek kreeg, eerst met honderdtallen en toen met duizendtallen. Hij zegt, hé, maar dan kan ik hier gaan testen en dan zien jullie gelijk wat de consumenten van vindt. Ja, boerenverstand, hè? Geweldig. Nou, hier zit ik even te kijken wat de samenhang is. Ik zie hier wel een tuin, ik zie hier toerisme, ik zie van alles op duurzaamheid gebeuren. Wat ik bij die woning ook zag, dat zeg ik, nou, er zijn duurzaamheidsaspecten die je mee kan nemen. Bij wijze van spreken, je had een tentoonstelling over isolatie. Ja, nou, dan moet je die jongen die moet je meenemen, want die heeft zoveel gedacht op het isolatiegebied met leem weer bouwen. He, wat ze 3000 jaar geleden deden en waar hij dus nu weer mee bezig is. In combinatie met nieuwe materialen als hout en glas. En dan zeg ik, hé, daar kan je een keer een tentoonstelling aan wijden van jongens, wat zijn er allemaal mogelijkheden voor isolatie en wie heeft wat gedaan? Daar trek je volgens mij ook publiek mee, omdat die er altijd als een huis gaan bouwen of mee bezig zijn. Dat, hè. En zo zag ik daar meer voorbeelden van, ik zeg, hé, dat kan je misschien niet permanent gebruiken, maar wel periodiek dat je zegt, ik ga aandacht vestigen op een bepaald onderwerp en dan trek ik weer hetzelfde nieuwe publiek bij. Ik vond ook wel een conclusie van vandaag dat de eerste twee voorbeelden ook economisch rendabel bleken. Hè? Want dat is natuurlijk echt de duurzaamheid, dat je het uiteindelijk ook financieel kan blijven. Ja, je moet er geld mee kunnen verdienen. Ja. En ja, Benny was op een top commercie. De tweede, daar zat ik even naar te kijken en ik twijfelde een beetje waar hij het geld vandaan haalde en hoe dit tot stand kwam. En hij ging... Nou ja, laat ik zo zeggen, de inverdieneffecten waren wel zo groot dat als je wil wonen, dat rendement wel aantoonbaar was. Ja, voor zijn woning wel. Ja. Wat ik ook wel aardig en een uitdagend vond, maar ik ben er verder nu op ingegaan, dat hij zegt, ik ben eigenlijk bezig met een open source systeem. He, zoals je dat met Unix hebt en hoe heette die jongens allemaal uit Helsinki die dat bedacht hebben. En dat intrigeerde me wel. Hij deelt al zijn kennis. Want hij krijgt er ook kennis door. En dat is zijn motivatie, denk ik. Hè? Want, dat zou de open source gedachte in ieder geval zijn. Ja. En dan en toen dacht ik, ja, maar nou, je moet toch ook eten? En nou weet ik niet wat voor functie die heeft. Ja, je bent nogal praktisch ingesteld. Ja. Dat is dat boerenverstand voor jou. Boerenverstand. En daar zat ik dus naar te kijken. Ik denk, ja, ik zie zijn verdienmodel nog niet. Of het moet een verdienmodel zijn van beperkt geld, maar vooral de kick ervan hebben en toegevoegde waarde geleverd hebben. En daardoor belangstelling krijgend en daardoor in je netwerk met je hobby een geweldige positie veroverd hebben. He, het is hetzelfde als iemand die weinig verdient, maar een heel mooi spoortraject op zijn tafel en in zijn keuken en door zijn kamer heeft gelegd. En daarmee ook allerlei dingetjes doet en dat iedereen oh zegt tegen hem. En dat kan ook een kwaliteit zijn die je zegt, die is eigenlijk wel erg op prijs. Dat is het all verdienmodel. Ja, het verdienmodel. Want we hebben het ook over hoe ga je dingen bouwen en hoe ga je ermee bezig zijn. Het is natuurlijk iets hier wat op en top
duurzaamheid uitstraalt. Hè? Kijk, al kijk ik alleen maar even naar die heggen die ze dus gevlochten hebben. Dan denk ik, ja, dat straalt duurzaamheid uit. Ja. En ik weet niet waarom, want het zal niet goedkoop zijn. Misschien is het nog wat duurder als een ijzeren hek, weet je wel. Maar het geeft toch een beetje dat stukje uitstraling. En die mevrouw is daar ook bezig. We gaan met die mevrouw praten. Duurzame mevrouw. Zeg, we gaan met die mevrouw praten wat ze doet eigenlijk. Nou, mevrouw, wij zijn even nieuwsgierig. Ja. Dit zijn bakken. Wie teelt hier groenten? Wij telen hier vergeten groenten. Ik ben van de tuinvrijwilligers van Landstede. Ja, ja. En wij onderhouden met een groep van 15 mensen onderhouden wij de vergeten groententuin. En de vlinder, bijentuin, de kruidentuin en de boerentuin. Hey, en dit is dus de vergeten groententuin? Ja. Maar en boontjes, die zijn toch niet vergeten? Het zijn verschillende soorten bonen. Oude merken met... Oude soorten? Oude soorten. Blauw. Ja. Bruin, dat soort dingen. Ja. En waar halen jullie dat zaad en zo vandaan? Verzamelaars. Verzamelaars. Oh, dus dat is een netwerk van verzamelaars die dat allemaal doen. Zeg, en dit is de zoede. En de kruidentuin, dat zijn allemaal de bekende bestaande kruiden? Of, ja. En wat had je nog meer? De kruidentuin en dan? Boerentuin. Wat staat er in de boerentuin? Aalbessen. Oh, de Zwalse anje. De? Zwalse anje. Ja, anje. Zwalle heeft een anje. Dat wist ik niet. Ja. Maar dat staat in de boerentuin. Dat staat in de boerentuin. Dus dit is een mengeling wat je in die andere tuinen niet weg kan krijgen. Ja, en wat vroeger bij de boeren gebruikelijk was, in de tuin stond. Ja, dat is leuk. En we hebben een bijenvereniging en een vlindervereniging. En daar is mee overlegd wat zij graag in de tuin willen hebben. Ja, op die manier. Oh ja, want die moeten natuurlijk voor de vlindertjes en de bijtjes. Vlindertjes geven wel rups, hè? Die eten het spul op. Hè? Wat doen jullie Elke dan? Elke vlinder heeft een aparte... Oh, heeft ze een apart... Heb ik geleerd. Ah, en daar gaat hij graag op zitten? Ja. Jullie zorgen dat die planten daar staan? En dan heel graag in het groen, maar ze willen er niks voor betalen. Ja. Ik werk bij het IVN en dan krijgen we ook de kinderen uit de stadse wijk. Ja. Van Tienhoog, van de flat, die weten echt nergens van. En ze vinden het allemaal heerlijk. Ze komen een middag op de Vechterweert hier, natuurterrein. Allemaal prachtig. Maar ze willen niet betalen? Ze willen niet betalen. Nee. Ze gaan wel voor 10 euro een workshop. Ja, voor kettingen en sieraden en alles. Oh, dat is allemaal prachtig. Heb je verkoop, dan gaan ze allemaal pingelen op tweedehands spullen. En even later zie je ze heerlijk met een 2 euro ijsje langs de kraam lopen. Zo zit de wereld vandaag aan de dag in elkaar.